Oh, sorry. Hey, Robin. Nou, het is hier druk. Ja. Wat is dit nou, joh? Schiftelijk ook niet druk. Goedemiddag allemaal thuis. Ik denk dat thuis meer mensen zitten als hier in de zaal. We gaan vooruitblikken op de wedstrijd Groningen PSV aanstaande zondag om 16:45. Als het goed is, hè? Ja. Ik ga het woord geven aan Rick Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Zoals altijd aanwezig, Rick. Ja, we zullen maar beginnen, Ernest. Hè? Waar zullen we beginnen? Bij Feyenoord thuis nog heel even nabeschouwen? Of heb je dat wel gehad? Was jij bij? Hey, jullie. Ja. Maar wat voor gevoel heb jij nu, een aantal dagen later, wat voor gevoel heb jij aan die 1-1 overgehad? Dat jullie toch een kans hebben laten liggen, misschien wel, om het bovenin nog wel helemaal spannend te maken? Nou ja, kijk, als Dennis al twee kopballen erin had gekopt, dan had je eventueel misschien meer kunnen meenemen. Maar uiteindelijk, je kunt niet zoveel. Het is enige wat we nog kunnen, is dat we zonder kunnen of gaan winnen van Groningen. Ja. Dat is deze wat we nu moeten doen. De wedstrijd is gespeeld. Nou ja, het resultaat kunnen we toch niet meer veranderen. Het gaat om dat je nu blijft presteren. Dan hebben we weer een uitwedstrijd. En dat is eigenlijk de volgende opdracht, en meer niet. Ja, je hebt daar natuurlijk gewerkt. Is dat nu nog een voordeel dat je een beetje weet van goh, die speler kan dit of die kan dat of zo, gaan ze het misschien wel aanpakken? Nou ja, goed, ik ken in ieder geval de weg inderdaad, de omgeving, de club, de mensen, de manier van hoe ze willen werken, de filosofie, dus dat is wel makkelijk. Een aantal spelers spelen nog toen in mijn periode waren. Ze hebben heel veel nieuwe jongens ingebracht van de jeugd. Weet je wat we toen mee begonnen zijn, dus de meeste ken ik ook al vanuit de jeugdelftallen. Het is deze alleen informatie die je geeft aan je spelers, maar het gaat om wat je zelf doet. Als je zelf speelt zoals je moet spelen of kunt spelen, dan moet je normaal gesproken gaan winnen. Ja, als je naar je groep kijkt, je bent er nu een paar maanden mee aan de slag. Is er nu ook dat gelijke spel? Ja, dat heeft natuurlijk geen grote onrust meer veroorzaakt. Maar je hebt nu die streep getrokken, 10-4 behaald. Ja, er is toch een andere sfeer ontstaan dan zeg maar een tijd terug nu. Hè? Het is rustiger bij PSV geworden. Ja, dat klopt. Het is natuurlijk als het resultaat beter, dus wordt het rustiger. Het enige wat wij moeten doen is dat we resultaat blijven houden. En dan moet je kijken hoe ver je nog kunt eindigen. Kijk, in principe is het gewoon dat je Europees voetbal moet halen, liefst rechtstreeks. En als je blijft winnen, dan moet je maar kijken wat de anderen doen. En dat is de enige opdracht die je hebt. Ja, je mist Cody Gakpo, hè? Ja, er is genoeg over gezegd van de week. Ja, meerdere opties. Wil je er iets over zeggen, hoe je het zou kunnen invullen of hoe je het zou willen invullen? Ja, je kan er alles over vertellen. Wat ik wil zeggen is dat we goede vervangers daarvoor hebben. Cody gaat goed. Schiet er veel in voor ons. Een van de topscorers. Nou goed, die zul je daarin missen. Maar het mooiste is dat we ook jongens hebben die er dicht tegenaan zitten. En ook doelpunten kunnen maken. En daar zal de oplossing zitten. Het is prettig dat nu iedereen dicht tegen die basisplaats aan zit te trainen, te voetballen. Dus valt er iemand helaas weg, ja, dan is voor mij wat makkelijk, omdat je er gelijk iemand neer kunt zetten die het moeiteloos kan overnemen. Ja, de grote vraag is natuurlijk wie. Mogen wij gaan uitvinden? Ja, jullie zijn allemaal verstandige journalisten volgens mij, dus ik denk dat jullie allemaal in alle logica kunnen denken. We gaan een poging wagen. Oké, okay, dankjewel. We gaan het morgen zien. Geon Boeringa, Voetbal International. Ja, om daar dan maar op door te gaan. En als je denkt, ja, Cody is een rechtspoot daar op links met veel diepgang. Iemand die daar dat min of meer hetzelfde zou kunnen invullen is Bruma. Ik ben wel benieuwd wat jouw bevinding van hem is na een aantal maanden met hem werken. Ja, Bruma is een enthousiaste jongen. Ook een sfeermaker in de groep. Het haalt zijn motivatie vooral uit en hard werken. Ja, hij moet alleen zorgen dat hij wat meer doelpunten gaat maken. Zeker in die posities is natuurlijk als je daarin ook meer gaat scoren. Nou, hij doet daarin het werk wat hij moet doen op de trainingen. Nou, en zal hij daar nog een paar stapjes in kunnen maken, denk ik, gezien zijn mogelijkheden. Het is aan hem om dat te laten zien. Het is voor hem niet het seizoen wat hij ervan gehoopt had tot nu toe. Zie jij bij hem wel iets van een stijgende lijn waarvan je denkt van er zijn aanknopingspunten voor Bruma in Eindhoven? Ja, goed, ik denk dat hij gezien zijn ervaring nog wat beslissender kan zijn voor de groep. Maar de bal ligt vooral bij hem. Kijk, iedereen staat hier klaar om hem te helpen. Om te zorgen dat hij steeds beter wordt.
Maar we kunnen alleen maar aangeven wat hij ongeveer moet doen en daarin hem faciliteren. Hij moet het wel zelf doen. Het gaat daarom, dan moet je dan zelf vragen wat zijn eigen bewustwording daar is. Wat hij zelf ziet. Je krijgt hij alle hulp om daarin steeds beter te worden. Maar uiteindelijk zal hij het toch wel zelf moeten doen. Dan nog even over het middenveld. Ben ik ook benieuwd naar je zei in aanloop naar de wedstrijd tegen Feyenoord. Zei je, ja, het gaat belangrijk worden wat wij doen aan de bal. Je blikte op die wedstrijd tegen Feyenoord terug. Dan gaf je aan dat je daar af en toe niet helemaal tevreden over was. Denk jij dat de bezetting van het middenveld zoals je het nu hebt staan, dat dat goed genoeg is om aan de bal echt het verschil te gaan maken met PSV? Ja, al kies je de bal de juiste kleur speelt. Ik vond ons daar veel te slordig in. Dan ga je te veel omschakelen. Oplossing mag iets eerder gevonden worden, dus ook gezocht worden. En die scherpte in de passie zijn meestal technische fouten. En dat is trainbaar. En dat moet met het huidige middenveld, maar ook achterin beter kunnen. Is het trainbaar of is het ook een kwaliteitskwestie? Ja, je moet het koppelen. Dus alles is trainbaar. En kwaliteit pakt het heel snel op en wordt het heel snel beter. Ja. Maar. Dat is eigenlijk het mechanisme wat je meemaakt op dat soort situaties. Als je dan naar het voetballen vanaf het middenveld kijkt, is er aardig wat kritiek op Jorrit Hendricks en Pablo Rosario. De manier waarop zij dat invullen, vind je dat terecht? Of wat vind jij daarvan? Het is waar je de aandacht op legt. Kijk, leg je de aandacht op spel zonder bal of met bal? Of leg je wel de aandacht op wat ze verkeerd doen? Dan is natuurlijk heel veel dingen goed. Ja, daar hoor ik niemand over. En ze doen meer dingen goed dan dingen verkeerd. Alleen die dingen die ze dan af en toe verkeerd doen, dat wordt dan uitgelicht. Ja, het is maar wat je daarin je aandacht wil leggen. Nou, wij gaan nog altijd van de dingen die ze goed doen. En er zijn er nog heel veel. Ik denk dat voor jou gewoon de organisatie zonder bal, dat ze daar gewoon heel belangrijk zijn. Bijvoorbeeld Rosario die dan die zone bewaakt, zodat Denzel kan blijven opstomen. Ja ook. Alleen, kijk, als je vaak een beslissende paas verkeerd doet, dan ontstaat een counter uit, dan wordt dat heel erg groot uitgemeten. Het is ook logisch. Maar ja, er zijn meer dingen waarin wij zeggen, hey, ze zijn ook heel erg waardevol voor het elftal. Nou ja, een van die dingen is wat jij noemt. Maar er zijn nog veel meer dingen waarin we zeggen, nou, genoeg en voldoende reden om ze gewoon te laten starten. Maar daar zijn ze nog steeds heel erg belangrijk voor het elftal. Ze zijn heel erg bereid om daar in het team mee te nemen. Ze zijn bereid in de manier hoe ze trainen. Ze willen zichzelf heel erg veel verbeteren. Ze doen iets met de fout die ze maken. Ja, het is dan blijft nog, waar leg je de aandacht op, hè? Dankjewel. Alsjeblieft. Thanks, Geel. We gaan naar Robin Jongmans van de Telegraaf. Ernst. Ik neem aan als Cody wegvalt met zijn snelheid, diepgang, dan wil je dat met hetzelfde vervangen, denk ik. Nou, dat mag je aan. Nee, ik vraag het ook vanwege Doan bijvoorbeeld, natuurlijk veel om te doen geweest afgelopen zomer. Uiteindelijk gekomen. Speelt dan jou eigenlijk nog minder dan onder Van Bommel? Of heeft dit mee te maken in jouw ogen? Je hebt eerder een keer aangegeven, hij heeft weinig vakanties gehad, hij speelt dan één stuk door. Is hij nog steeds niet fris? Of? Nee, kijk, uiteindelijk is nu iedereen fris. Hij traint goed, dus dat geldt eigenlijk voor iedereen. Dus iedereen, ik heb heel veel opties voor een basisplaats voorin. Ja, soms maak je net een keuze van een andere type die je wil opstellen. Ja, daarin zal hij even geduldig moeten zijn. En hij gaat ook zeker de kans krijgen, omdat we er elke dag mee bezig zijn. Ja. Iedereen aandacht te geven, want wij zijn altijd gebaat bij succes van alle spelers. En nu komt er een plaats vrij, ja, gaat hij de speler of iemand anders. Daarin is. Vind ik, zijn er heel veel opties die er klaar voor zouden kunnen zijn. Het gaat om vandaag en morgen nog twee dagen om daarin te zorgen dat we in ieder geval weer binnen het elftal hebben. Ja. Daar zou hij deel van uit kunnen maken. Ja. Als je hem ziet trainen dinsdag en woensdag, dan denk ik nou, dat is toch wel een aardige speler voor PSV. Zo zie je dat nog steeds, neem ik aan. Nou, dat delen wij die mening. Ja. Ja. Nou, je hebt hem eerder natuurlijk bij Groningen zelf meegemaakt. Toen noemde je hem geniaal. Dacht je ook dat hij heel goed bij een topclub zou passen? Alleen, ja, zijn minuut is dat nu nog niet af te zien natuurlijk. Nee, maar dat vind ik nog steeds. Want je moet wel realiseren dat de stap van Groningen naar PSV is groot. Dus daar krijgt hij ook de tijd voor. Dus wij zijn minder haastig dan jullie. Dat snap ik ook wel. Dus ik heb daarin de tijd. Je probeert de speler daarvan te overtuigen dat hij ook de tijd moet nemen. Maar onverwacht ga je altijd de kans krijgen. Dan moet hij zorgen dat hij erin komt en dat hij erin blijft staan. Nou, deze Groningen is dat wat makkelijker. Als je daar als belangrijke speler wordt gehaald en je bent ook de beste. En een van de beste.
zo niet de beste, maar je hebt iedereen is goed. Ja, dus ook die concurrentiestrijd geeft een andere druk met hem mee. En dan moet hij mee zien te dealen. Nou, dat gaat steeds beter. Dat zie je ook op training, wat je zelf hebt gezien. Mm-hmm. Alleen moet zelf daarin de volgende stap maken om het ook straks in de basis weer te doen. Wij zijn tevreden. Daarin voldoende ontwikkeling zit. En hij heel erg bereid is om daarin veel energie te steken. Ja, Frans, je mag zeker een vraag stellen. Ernst, goedemiddag. Wat zie jij als de belangrijkste ontwikkeling of verandering van de laatste weken ten opzichte van de periode daarvoor? Nee, de bereidheid voor elkaar te werken, het onvoorwaardelijke. En de ego's gaan langzaam naar achteren toe. Het gaat erom, kijk, ik ga voor jou, zal ik altijd verdedigen, hoef er niks voor terug. En als wij samen naar de goal gaan en ik weet dat jij het beter afmaakt, dan ga ik die bal naar jou toe. Ik hoef er geen doelpunt voor terug. Het gaat erom dat het niet uitmaakt wie er scoort als er iemand scoort, zodat je wedstrijden wint. Dat je elkaars kwaliteiten vooral accepteert, maar ook gebruikt. En dat moet je dan zonder voorwaarden doen. Samenwerken zonder voorwaarden. En als je voorwaarden gaat stellen en je samenwerkt, dan ga je verwijten maken, dan ga je veel negatief denken, dan ga je vooral nadruk leggen op wat er verkeerd gaat. Nou, dan zie ik wel langzaam, er zit een goede verbetering dat we juist dat hebben om kunnen draaien. Wat was daarvoor nodig? Ja, ik denk ook een belangrijk punt is geweest voor Willem II. Het is een belangrijke wedstrijd geweest ook vanuit de club is gezegd, nou, onder alle gezeik, alles wat er om speelt is streep onder en nou gaan we weer laten zien waarin PSV zo goed is. Ik denk dat het belangrijk is geweest, dat ook vanuit de leiding gezegd is. Het spel oogt ook minder verkrampt dan voor de winter vaak. Ja, maar het is natuurlijk logisch, want ik heb ook al daar in het veld staan, als er druk op staat op het elftal en het loopt niet en je gunt elkaar niks. Dat zal bij jullie ook bij de krant ook zijn, als je elkaar niet schunt, ja, dan wordt er geen krant verkocht. Dat is bij ons precies hetzelfde. Kranten leven van schandalen. Ja, goed, bij ons is het dan ook zo, maar dan vooral van successen. Maar de samenwerking blijft hetzelfde. Ja. Als je niet samenwerkt met elkaar, dan wordt het nooit één geheel. Dan krijg je allemaal losse stukjes wat niet als een geheel, als een mooie krant eruit ziet. En bij ons werkt het precies hetzelfde. Dus daarin moet je ook het geven en nemen, maar vooral samenwerken zonder voorwaarden. Dankjewel voor jullie aandacht. Trainer, bedankt. Okay. En tot zondag in Groningen. Joep.